Hallo allemaal, welkom weer bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben super blij, want de sun is shining. Oh, het is zo'n heerlijke, lekkere mooie dag. Ik ga nu naar kantoor. Ik ben nu net thuis, het is 12 uur, dus ik krijg lunch op kantoor. Ik was vanochtend nog bij mijn ouders. En ja, ik heb echt honger, dus ik ga lekker naar kantoor. Ik ga daar lunchen en even vanmiddag werken. En vanmiddag gaan we dus een lesje Rose Cycle doen. Ik heb dat dus nog nooit gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hemd op! Zo, het is inmiddels alweer avond. Ik heb de hele dag op kantoor gezeten. Na kantoor heb ik Rose Cycle gedaan. Rose Cycle is echt fucking zwaar. Maar wel fucking leuk. En toen heb ik eten gemaakt. Ik had gewoon leftover pasta. En ik heb mijn kamer opgeruimd. En echt niet veel boeiends gedaan. Het is nu dus avond. Ik ga denk ik Outer Banks kijken. I love Outer Banks. I love it so much. En ik wil jullie even dit laten zien. Dit heb ik nieuw gekregen. Deze badjas. En deze badjas bevat dus mijn initialen. Hier SV. En achterop. Dat is hoe fucking leuk is dat? I love it so much. Dus ik ga lekker Outer Banks kijken en chillen. En ja, wel. Het is inmiddels dinsdag. Het is nu 9 uur. Over een uurtje ga ik laseren. Ja, ik vind laseren echt heel pijnlijk. Maar nou, het valt op zich nog wel mee. Maar ik vind het gewoon niet chill. Ik kijk er niet naar uit. Dat in ieder geval niet. Ik doe de deur uit en zo en het sneeuwt. Maar goed, komt goed. Ik ga jullie meenemen op de vlog. Het is wel leuk om te laten zien. Dus ik ga naar Silk Laser Clinic. Het is een super fijne kliniek. Hele lieve mensen. Je wordt heel goed geholpen. Het ziet er mooi uit. Zit in de pijp. Super chill. Ja, ik heb echt bizarre resultaten al. Dit wordt nu de derde keer dat ik ga. En ik heb in deze afgelopen 6 weken, want er zit elke keer 6 weken tussen, geen één keer verseren. Geen één keer mijn benen hoeven scheren. Één keer mijn oksels. En één keer mijn bikinilijn. Maar het is echt bizar. Ik heb gewoon geen één keer mijn benen geschoren. Gisteren heb ik ze even geschoren. Puur voor, omdat dat moet. Voordat je gaat lezen. Omdat hij dan best pakt. Maar ja, echt super, super blij mee. Dus heel erg benieuwd naar het echte eindresultaat. Ik ga in totaal 6 behandelingen doen. Dus wil jij ook korting op je gehele behandelingstraject, kan je 10% korting krijgen met Sarah10. Dus dat is top. Ik heb nu even een lekker koffietje. Ik ga even de weekvlog editen. Ik ga vanmiddag werken bij de Haxton. En ik ga lekker sporten. En ja, wordt helemaal leuk dag. Oké, ik heb hem even snel klaargemaakt. Ik ga nu de scooter op en ik ga erheen. Nou, ik ben aangekomen. Yay! Nou, ik lig nu in de stoel. En daar gaan we met de oksel. Alright, ik ben weer terug van de laseren. Ik ga zo even werken bij de Haxton. Maar ik zag dus net een pakketje van sportleggings. En ik heb ze besteld op AliExpress. Ik ben heel benieuwd hoe ze staan, want ze hebben dus zo'n kont. Ik ben zo benieuwd. Ik moet snel zijn, want ik heb heerlijk alweer tijdstress en zo. Ik ben zo benieuwd. Ik ga het nu aandoen. Oké, ik heb de eerste legging aan. Ik vind hem wat aan de strakke kant of zo. Het is niet echt heel lekker flexibel. Ik zou hier eigenlijk niet in durven squatten, maar kijk, dit is hoe die zit. Wel echt heel erg mooi bij je kont. Nou, je ziet het elke keer net niet. Wel echt mooi. Ik heb wel echt een dikke boenda. Dus deze, nou, op zich is heel verkeerd. En dan heb ik deze. Deze vind ik meteen al een stuk elastischer, zeg maar. Je kan gewoon lekker bewegen. Van achter zit die ook mooi. Goed in je kont. Kijk dan. Wauw. Nee, ik vind dit wel echt heel chill. Oké, we zijn inmiddels een half dag verder. Het is echt een super hectische dag geweest. My god. Echt een rollercoaster aan emoties. En het is gewoon veel aan de hand. Met werk en het is
gewoon heel kut. Dus ik wil er gewoon niet in detail over of zo. Maar het is wel gewoon kut. Ik heb daarom snel een broodje gehaald. In ieder geval een broodje gemaakt vanmiddag. Ik ga even twee eitjes koken. Ik ga natuurlijk noedels maken. Want het is nu 9 uur en ik heb nog niet gegeten. En ik heb fucking honger. En ik heb net mijn nagels laten doen. Dus daarom had ik nog niet gegeten. Maar kijk hoe cute. Gewoon be-up. Heel kort op mijn eigen nagels. Maar ik moet het gaan laten groeien met zo'n shimmertje erop. Nou, helemaal cute. Ik vind het helemaal, helemaal best. Ik voel me echt gewoon heel kut. En ik moet het gewoon loslaten. Ik ga in ieder geval nu gewoon eerst avond eten maken. Want ja, ik ben echt helemaal klaar mee. Oh my god, ik heb echt het meest goddelijke eten ever gemaakt. Het is zo lekker. Kijk, kijk, kijk. Wauw, wauw, wauw. I'm gonna eat it for you guys. Ik heb een TikTok online staan hoe ik dit heb gemaakt. Het is echt super makkelijk. En snel en simpel en top en I love it. Dat ik dit gewoon elke dag kan eten. Dat gaat echt nergens over. Maar dat is natuurlijk echt niet goed voor je. Ik heb er dus ook een beetje wortel doorheen gedaan voor de crunch. En de groenten. And I like it. Ik vind het nog lekker ook. En lekker die eitjes erbij. Het maakt echt af. Perfect gekookt. 6 minuutjes of zo. 6,5. Ik vind het gewoon echt bizar dat dit bestaat. Ik ga dit lekker opeten. Outer Banks kijken. Ik geniet van mijn avond en deze dag achter me laten. Ik wil helemaal niks meer. En sorry dat ik jullie nu zo aan het open laat, maar het is niet aan mij om dit op YouTube te bespreken. En het komt allemaal goed. Eind goed, al goed. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ga even lekker koffie voor mezelf zetten, yay. Best way to start the day. Ik moest vandaag editen, vlog online zetten. Ja, gewoon allemaal dat soort dingetjes. Ik ga vanmiddag lekker sporten met Stan. Mijn parkeervergunning is gewoon gelukt. Echt helemaal, helemaal gelukkig mee. Dus ja, nu ga ik mijn auto hier hebben. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Dan kan ik gewoon lekker gaan en staan waar ik wil. Ja, dat vind ik gewoon heel erg fijn. Best wel makkelijk eigenlijk om aan te vragen. Het verschilt heel erg per gebied of per regio hoe de wachttijd is. En bij mij was er dus geen wachtrij. Ik kon gewoon meteen aanvragen. Dus ja, waarschijnlijk zijn er per regio gewoon een aantal, een paar, x aantal plekken. En ja, als die niet op zijn, dan krijg je het gewoon direct. Dus, nou, heel chill. Oh nee. Nee, wat doe ik allemaal? Ik ben helemaal in de vibe. Ik heb dus hele lekkere en hele simpele healthy spring rolls gemaakt. Dus wil je het weten, ik leg het helemaal uit in TikTok. Ja, wat je nodig hebt en hoe ik het maak en zo. Heel simpel. Dus ik ga nu even eten, want het is zo simpel. Zo lekker. Het eet wel een beetje lastig, maar weet je, who cares. Waarom is dit zo goed? Het is helemaal uit elkaar gevallen. En mijn handen zijn vies. Help. Dit was echt zo messy. Ik ben nu lekker die seaweed. 1 ton is 1000 kilogram. Snacks aan het eten. I love it. So much. Wauw. Allemaal halen bij de toko. Oh my god. Er zijn zoveel leuke pakketjes binnengekomen. Yay. Ik ga het even unboxen. Oké, weer volledig afgeleid. Maar ik heb dus 6 van deze mason jars. En hier ga ik dan rijst en bloem en nog meer dingen in doen. Nog meer mason jars. Dus die zitten hier allemaal in. En dan heb ik hier een doos met allemaal eten. Sportset aangedaan. Het is zo chill.
Oké, als eerst hun kokosmelk. Want die heb ik vaker gebruikt en die was heel erg lekker. Biologische kokosmelk. Dan heb ik hier, pompoenpuree. Dus dan kan ik een pumpkin pie maken of een pumpkin spice latte of zo. Dan heb ik hier een tang, een spatel. Die had ik namelijk nog niet. En die miste ik af en toe in de keuken. Ja, nieuwe goodies. Dan heb ik hier een super grote zak met pijnboompitjes. Heel chill, want je kan er lekker veel kopen en dan is het veel cheaper. Heb ik hier cashewnoten. Ook heel blij mee, want die eet mijn vriend veel. Ik zag dus mensen zelf pindakaas maken met cashewnoten. Gewoon blenden met een beetje honing. Dus ik ga het proberen aan. Dan heb ik hier een kurkuma ginger shot. Dus dan kan ik elke ochtend een beetje nemen. Ook heel erg chill. Ik heb hier, oh ja, wat proteïne chips. Ook benieuwd naar. Ik heb matcha. Heel nice. Lekker matcha. I love matcha. Ik heb edamame boontjes. Ik heb heel veel quinoa. Biologische bruine quinoa. Lekker voor lunch, een bol of zo. Oh ja, en een kaasrasp. Nou, dan was je maar weer. Heel nice. Ik ben zo blij. Ik ga je laten zien. Ik heb hier mijn nieuwe spateltje. Dus die ga ik hier lekker bij. Slotpost. En mijn rasp. Echt chill voor van alles. Komt alles van pas. En kijk. Dit is toch fucking goals. Oh my god. Dit is echt een rommel. Maar ja, je moet ook rommel hebben. Daar liggen allemaal noedels. Dit is zo top. En hier. Yay. Even boodschappies gedaan. Ik heb eentje hier van rommel. Ja. Kijk hoe leuk deze tas van Bo. Ga je maar even revealen wat we allemaal hebben. Ja, we hebben dus maiswafels. Want ik had echt zin in een snacky voor het sporten. Het is namelijk nu al 5 uur. We gaan half zes sporten. Dus ik dacht, moeten we even iets eten nog. Dan heb ik voor Stan muesli voor ontbijt. En voor hem melk. En kwark. Dan hebben wij de Turk even wat groente gehaald. Daar is het veel goedkoper. Hoe duur was die groente? Welke groente? Die je bij de Turk had afgerekend. Twee nog wat of zo? Ja, twee nog wat. Voor twee broccoli. En wortels. Echt top. Die kip daar is ook echt, als je 400 gram kip is het echt 2,50 of zo. Zo chill. Dus dat gaan we aan het eten. We gaan lekker grillen in de oven. We hebben lekker biefstukje erbij. Dan facetimed Merel me dus net. Dat is bij mij dicht bij een plein. Een carson, dus nou ja, dozen met gratis eten wat je kan pakken tegen food waste. Dus ik heb aardappels. Dus ik ga aardappels in de oven doen met die broccoli en die wortels. Wauw. En ik heb champignons voor lekker bakken bij het biefstuk. Dus yum! We gaan lekker eten, maar we gaan zo meteen eerst sporten en we gaan samen upper body doen. Dat is wel heel leuk. Helemaal lekker. Hoe heet het? Stan. Vorige Stan en ik hebben echt heerlijk gesport, gegeten, gedoucht. Helemaal top. En nu gaan we lekker reunie kijken van Echte Meisjes in de Jungle. Ik vond het echt een superleuk seizoen. Ik hoop echt dat ze snel weer met een nieuw seizoen komen, want ik vond het echt heel leuk. Dus dat gaan we nu verder doen. Chill. Dan gaan we naar bed, want het is al 11 uur. Nou, het is vandaag woensdag. Het is donderdag. Holy shit. Ja, het is alweer donderdag. De week gaat zo snel. Het is het blauw. Ja, maar. Oh, ja. Hoe komt het? Oh, door de lucht, denk ik. Nee. Dit is niet goed hoor. Oh, dit gaat niet open zo. Oh! Dit had ik van de week nou dus ook al. Ik weet niet. Zo, heel erg. Nou, ik ben gewoon heel wit. Dat kan ook. Het is vandaag dus woensdag.
Donderdag. Het is donderdag. Ik ben met Floor, Florence. En we gaan nu even naar Maggie. Want ze wil ons heel graag spreken. Ze mist ons nu al. Dus we gaan even een koffietje doen. En ja, vandaag gaan we dus lekker werken. Lekker werken. Oh. Nou, ik heb net lekker gesport. Ik ben nu thuis en Cecile heeft heel lekker voor ons gekookt. Denken we. Nou, sowieso. Oh, ik moet ook nog het einde van de vlog. Dat is echt mooi. Oh. Ik heb alleen maar gefilmd dat ik het in het snijding heb gedaan. We gaan pita's met kip. En lekker dingen allemaal. Nou, kijk dan. Het ziet er toch lekker uit. Ik heb zoveel honger. Weet je, ik ben zo aardig. Ik ga het even voor jullie proeven. Ja, ik weet niet hoe ik dit ga doen, maar... Het valt natuurlijk altijd helemaal uit elkaar. De sausje. Ik denk, mijn vlogs bestaan zo van eten. Gewoon, ik hou gewoon eten. Die chilaatjes denk ik ook echt een goede aanwinst op dit. Is dat te pittig voor mij, denk je? Nee, ik ga niet meer. Hier in het mooie Zuid-Afrika is Sylvia... We gaan even Bachelor kijken. Steeds intenser. Om de mannen beter te leren kennen, besluiten we vanmiddag bij ze langs te gaan. Zo lekker. Het meest zorgzaam. Wat wij zeggen, ik denk. Frank jezelf. Oh, ik weet niet meer wat we zeggen. Ben je zei ik denk. Dus klopt hij, toen zei je, mijn vlogs bestaan uit eten. Het ligt als gewoon op mijn gevoel. Maar dat hoort er niet bij, ik denk. Hè? Nou, dat weet ik echt niet meer. Ik denk. Wow, wat een fuck. Ja, die cocktail. Na deze middag. Haar lichaam open. En Matthijs uit voor het diner. Ja, dat is wel goed eten. Echt van koriander. Ja, ik ook. Ik ben echt van leren houden. Eerst wist ik dat echt niet. Dat is toch die kruid die mensen soms naar zeep kunnen smaken? Koriander. Ja. Ik denk dat wij nog niet helemaal levelen. Tijdens een sportieve date waar Sylvia de mannen gecheerd en ja. Met de winst. Goed gekeurd. Dit doet me denken aan die Daniela. Die doet ook op alles die uit. Ja, nou, we hebben ons klaargemaakt. Kijk, wauw. Oké, maar nu is het niet mogelijk. Nee, doe even je jas open. Nou, niet uit, maar gewoon ja. Ja, ik ben... Er staat 1 minuut. Oh, nee, wacht. We gaan met Uber. Dit is gewoon te koud, we gaan echt niet op de scoot. Doei. Heb jij echt 1 seconde de airwrap om een soort van... De, ik heb geen airwrap. De koraal, om dit snel... Ja, koraal! Ja. Gewoon snel dan! De koraal. De koraal! Airwrap heb ik ook niet, koraal. Nee, ik wil niet airwrap, ik bedoelde... Dat ik dit... Ik heb 1 keer de airwrap gebruikt. Was het je leven? Of nee, niet? Echt, totaal niet. Toen zakte binnen 1 uur, na nou, binnen een uur, binnen 10 minuten uit. Nee, deze plukjes zijn overleden omdat ja. Gewoon... Er gebeurt gewoon niks. Maar hij is ook nog niet warm, zie. Wow. Oh, dit is too much. Nou, ja, maar dat zakt wel uit. Nou, deze pluk is zo dood, ik weet niet of het uitzakt. Nee, oh, nu lijk ik net zo'n gypsy wedding. Kut, ik moet eruit. Van het Absolute Exhibition kunstwerk. Het kunstwerk is een samenwerking tussen creative director, host, performer en... Pionier in Amsterdamse en Nederlandse barmuziek in Brinkburg. Voor de vlog. Dit is naar Nou guys, ik ben thuis. Het is 11 uur of zo. Echt gelukkig.
super vroeg. Was wel echt heel erg gezellig. Gewoon even lekker dansen, lekker muziekje, lekker met de girls. Ik ga nu lekker make-up ophalen en naar bed. Morgenochtend ga ik sporten om 8 uur al, super vroeg. Dus ik moet ervoor wel ready zijn. Ik heb ook niet veel gedronken, maar gewoon perfect. Morgen heb ik weer een event. TikTok event van Mooi de Agency. Heel gezellig. Goedemorgen allemaal, dus vandaag vrijdag. Megan, ik heb net gesport, maar je hebt hier dus zeg maar kluisjes. This is such a bad way to do it. Ja, het slaat echt nergens op, want je doet zeg maar opbergen en dan moet je een code doen en dan krijg je een getal. Je kan niet kiezen echt. Dus elke dag is het een ander getal. Dus soms kom je hier en denk je echt, fuck, welk kluisje normaal had ik? En het was vanochtend echt super vroeg, want ik ging hier om 8 uur sporten. Dus Maggie was gewoon helemaal vergeten welke ze had. Dus ze heeft ze nu bijna allemaal geprobeerd, maar ze heeft het. We got it. Nou, lekker upper body sporter. Er komt een... We hebben een fotoboot gedaan. Bij de Hoxton zijn we nu. Ik ben echt benieuwd. Maar krijg je er 2 of 1? Maar 1. Bruh. Gimmick, ik ben benieuwd. Oh, er is een mirror hier. Ik zie er echt niet uit. Ja. But you're always so cute. I'm looking like a... Oh, it's wet. Niet. Ja. Yeah. Oh my god, het is echt zo old school. Echt cute. Oh, but it's wet. You see it? Huh? Yeah, it's super old school, I think. Daarom duurt het ook 5 minuten. Yeah. Oh. Heel leuk. Echt leuk. Oké, het is inmiddels alweer 1 uur. 10 over 1. Ik heb gedoucht on al. Ik heb een beetje klaargemaakt. Nou ja, ik heb echt totaal niet klaargemaakt. Ik heb echt een fucking trainingspak aan. Maar goed, ik ga even naar de appie. Want ik ga tonijn halen. Want ik wilde at home tuna kado maken. Heel erg benieuwd naar haar. Echt zin in ook. Dat ga ik lekker doen. Oh, met de appie die om de hoek zit. Zo chill. Het is inmiddels middag en ik ben lekker bezig met werk. Ik ben een beetje van alles wat aan het doen. Oh. Vanmiddagavond heb ik een event. Vanavond komt Stan gezellig, dus helemaal leuk. Morgen de 21 dinner van Nina. Allemaal 21 dinners en zo. Nou, helemaal leuk. En ja. Het zonnetje schijnt lekker, maar het is gewoon een lekker dagje thuis. Helemaal prima. Er is een heel leuk pakketje binnengekomen. Oh. Van Vita Kruid. Ik heb daar een samenwerking mee via TikTok. Maar ik dacht, ik wil het jullie ook laten zien. Want ik weet niet al dat ik het in de vlogs ga laten zien. Van dat ik het ga gebruiken en zo. En dan kunnen jullie ook een beetje de resultaten zien. Ik heb er zoveel op TikTok voorbij zien komen, zeg maar. Dus ik ben echt benieuwd. Wat ik eigenlijk... Ah! Oh my god! Er zit een beest! Waar? Ja, uit die doos! Nee, je lul! Nee, shit! Het zit daar! Wat is het, een oorworm of zo? Schat, het is een oorworm. Ik denk, er zit een dode rat in de kamer. Kom op, zeg! Eww! Jongens, kijk! Nee, ik schrok zo erg. Nee, maar... Gadver. Nee, maar dit... hij loopt! Ja, hoe dan? Hoe moet ik dit dan maken dan? Kaulo vies! Oké, okay. Terug waar we waren gebleven. Viet ik uit. Ik heb 3 dingen gekregen. Als eerste natuurlijk de welbekende Sales Solutions. Een liter voor mooi, glanzend en stevig haar. Verzorgde nagels en mooie huid. De dedication om dit elke dag te nemen moet ik nog even vinden, maar ik moet het doen. Dan collageenpoeder met vitamine C en D. En dit kan je dus door je koffie doen en dan...
proef je het gewoon niet. Want het is smaakloos en het is dus goed voor... Oh, om een nieuwe huid aan te maken. En de multi-dag en nacht vrouw. Dus dit zijn multivitamine. Oh, dat vind ik wel chill. Nou, wel chill. De rest vind ik ook chill. Maar dat vind ik ook chill. Nou. Ben benieuwd allemaal. Oké, ik ga even een koffietje zetten. En ik wil die collageenpoeder erin genoemd. Dus ik ga het even uitproberen. Kijken hoe dat is. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik heb het in mijn koffie gedaan. Ja, ik proef het niet hoor. Het is denk ik dat je het weet. Maggie is geen fan. Maggie wil gewoon lekker karamel koffie. Lekker. Maar ja, het is goed voor je. Nee, niet zo. Dit is niet zo. Voor haar. Oh, de kleur. Ja. Nee, karamel. Nou, we hebben ons klaargemaakt voor het event. We hebben dus een TikTok event van Mooi de Agency. Ik heb deze jurk aan. Met Larsa. En ik heb dus mijn haar gewaved. Hallo, maar... you're showing him with the helm. Ja. Maar echt so pretty. Maar ja, that's what it is. Maar, ja, we gaan nu. Nou, Floor is ook arrived. Woo! Maggie. Ja, ik weet echt niet waar de fuck we zijn. Ik had heel veel rijden. Echt? Ja. Kijk, dit is mijn haar. Ja, altijd. I did all this effort for I don't know what. Look at her haar. Ja, jij hebt helemaal een jurk aan. Ja. Jurk en boots. Ik niet. Me en Floor zijn gang gang. Gang gang. Helemaal blij. Ja. Hey schat. Hey. Dan ga je nu weer kijken. Schatje patatje. Kijk hoe leuk jongens. Ik krijg gewoon mijn gepersonaliseerde kaart. Oh. Mag dat met z'n account? People that just create raw content. How would you describe your content? Kind of personal, because I like to post things about my life, very personal, so people can feel really relatable. Oh my god, ik heb het jullie nooit meer laten zien, maar volgens mij 2 weken vlogs geleden had ik dus een heel erg leuk jurkje van Chiquel. Kijk hoe leuk die is, dus ik dacht misschien is het wel leuk voor mijn verjaardag. Oh my god, deze panty is echt zo oranje op beeld. Maar ja, ik dacht misschien is het wel leuk. Birthday is over 2 weken, 19 maart. Van Chiquel dus. Maar met die uks eronder kan echt niet, by the way. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Nou, ik ben weer lekker helemaal bepakt. Ik ga nu naar huis. In ieder geval naar mijn ouders huis. Want ik heb vandaag de tweede van Nina. Super leuk. Maar mijn auto, weet niet of ik dat heb verteld, maar mijn verkeervergunning is al helemaal goed gekomen. Dus mijn auto staat nu lekker voor de deur. Dus ja, super chill. Dan ben ik echt binnen een half uurtje thuis. Nou, ik ben met mijn lief schat. We hebben nu de 21 dinner van Nina. We hebben ons even klaargemaakt. Nou, ja. Als je kan raden, het thema is groen. Green. Helemaal leuk. Or your touch of... ja, gold. Gold. Leuk. Helemaal dus leuk. Ik heb deze jurk van Naked. Echt heel mooi. Kijk hoe leuk. En hij is ook echt heel lang. Dat is wel eens een keer wat anders, maar... Nou, wij gaan erheen. Ja. Nou jongens, kijk dan. Oh, bij Bo. Of bij Ja. Waar was ik gebleven? Bij een mooie tafelsetting. Nou, echt niet normaal. Zo leuk altijd. Zo leuk. Kijk dan, mooie dame. Hoe mooi. Ik ga jullie even het menu laten zien. Zijn jullie ons voorbereid? Kijk. We hebben eerst een bruschetta, dan een tonijntataar, een tomatensoep, spoem, de pasta en cheesecake. Nou, echt heerlijk. Zo leuk. Ik weet helemaal niet of ik het eerste gerecht nou heb gefilmd, maar dit is dus de tonijntataar. Zin in? Ik ook. Wat? Moet ik me nu schamen voor mezelf? Nee. Ja. Oh, ja. Zou ook kunnen gebeuren dat ik inderdaad gewoon vol te eten. Gewoon, ik weet niet of ik de tonijn totaal heb gegeven, maar... Moet ik de sausje overheen doen? Ja. Oh.
Oh, lekker die nori crackers. Dat is zo lekker. Oh, daar is die Bo. Ben je ready? Ja, ik ben heel benieuwd. Bo? Ja. Ik heb een keer wel pijn. Ja. Ja. Lekker. Zelf was het nog niet. Ja. Die zijn er zijn oh, hier ben ik. Alleen op dit vind ik lekker. Ja, lekker. Ja hoor, heerlijk. Ja, heerlijk. Heb je nog een beetje bij? Ja, kijk. Oh, limoen. Oh, ja, limoen is wel echt lekker. Een beetje zuur. Alles moet erin. Alles moet erop. Lekker zuur. Ik kan niet eten. Nou, lekker soepie. Soep van Anja. Lekker. Vind je hem lekker? Heerlijk. Heerlijk. Ja, Saar, dit is niet scherp hoor. Kijk handen! Of jij kan niet kijken, ik kan niet zien. Welkom bij een extra uitzending van het Niem Journaal van zaterdag 4 maart 2023, 20 uur 42. Live vanuit het feest van het jaar, Nina, haar 21 dinner. Hallo, wij zijn de ouders van Nina Sassen. Nina wordt vermist. Dus als iemand weet daar ze... Oké, dan gaan we even door naar sport en beweging, het moment van de dag. Gymlife Nina. Om een beter beeld te krijgen van Nina gaan we als eerst hebben over een van haar grootste hobby's. Ja, Nina staat bekend in de regio als een fit girl. Uitbloeit tot een eigen creatie. We spreken hier Anne over haar jarenlange samenwerking met haar businesspartner Nina. Daar zijn wij. Oké, fijn. Dankjewel, dames en heren. We zijn hier vandaag bij een nieuwe band van Anne. Ja, Anne. Fijn dat we vandaag even met jou kunnen spreken. Nee, vaste klant, hè? We krijgen nu in ons oortje informatie van het onderzoeksteam van de recherche. Bel dan direct de hulplijn, Abu, om zijn vaste klant zo snel mogelijk weer in de bijrijdersstoel te krijgen. Als ze in goede staat was, reed ze nog vaak mee. Natuurlijk is er ook een beloning voor degene die Nina weer veilig bij... Ik word gebeld. Ja, dat klopt. Nee, wat is het nou? Nee, moet ik luidspreken? Ja, doe maar. Gefeliciteerd! Je hebt Nina gevonden! En als beloning heb je 5 tickets gewonnen voor het eindconcert van Nick en Simon! Dit waren Sarah, Anders, Hoekie en Bo. Van een extra uitzending van het Nieuws Journaal met gelukkig nee. En happy end. Nu hopen dat we ze vannacht ook krijgen. Gaan we lekker Gaan we echt een lekker Simon? Gaan we echt een lekker Simon? Ja, truffel. Ja, kom ik weer, godzijdank. Nou, ik ga voor jullie proeven hoor. Weet je, zo aardig ben ik dan ook wel weer. Vooruit maar weer, hè? Vooruit. Ah. Zo goed. Iedereen is helemaal stil van. Wauw, lekker toetje. Nien, hoe heb je het? Eenmaal geweldig. Wat is het over belicht? Kijk dan. Oh wacht. Over belicht? Hier? Oh nee, nu is het goed. Oké. Hey. Ja, doe even die van Curaçao. Ja, hoe heet die nou? Nina. Cheers op Nina! Bijna 21! Cheers! 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 Het is vandaag zondag. Ik ga even gezellig naar mijn oma. Gisteren was echt heel erg leuk. De 21 dinner. Echt zo lekker gegeten. En was zo gezellig. Ja. Ik ga dus nu even naar mijn oma. Ik zou eigenlijk dus vanmiddag met mijn nicht gaan eten en spelletjes doen en zo. Maar ze is helaas ziek. Echt stom.
Maar ik hoor echt heel veel mensen die ziek zijn. Maar ja, ik kan niks doen natuurlijk. Maar ik ga naar mijn oma gezellig even langs. Want ik zie hem natuurlijk nu veel minder nu ik in Amsterdam woon. En verder weet ik eigenlijk nog niet echt wat ik ga doen. Want ik ben sowieso met Stan. Dus ja, ik ga gewoon... Ik denk vanavond naar Stand of zo. Gezellig bij hem eten en slapen. En dan morgen weer naar Amsterdam toe. Nou, ik was net gezellig bij mijn oma. Het was echt heel leuk. We hebben samen even lekker gepuzzeld en lekker bijgekletst. Echt leuk. Nu ga ik naar huis. Ga ik even mijn spullen pakken. En dan ga ik daarna naar Stan. Dus ja, lekkere zondag. Heerlijk. Lekker rustig aan. Ik heb nog een beetje TikToks geëdit en zo. Ik ben helemaal in de TikTok game. Maar ik wil ook echt meer met YouTube gaan doen. Dus ja, ik wil gewoon meer mukbangs doen. Weet je, dat vind ik zo leuk. Jullie weten, ik hou echt van mukbangs. Dus ik moet meer doen. Maar ik vind het soms lastig. Zeg maar, in mijn eentje mukbang is leuk. Maar het is natuurlijk leuker met anderen. Dus ik zit ook een beetje te kijken of ik het... Ja, een beetje kan collaben of zo. Ja, gewoon een beetje wat leuk is. Want het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Je kan gewoon lekker naar de Mackie rijden. Of lekker sushi. Maar ja, je moet wel natuurlijk er tijd voor maken. En met iemand gaan doen. Dus ja. Ik zag hier net dat er een pakketje was verzorgd. Nog bij mijn ouders van Drunk Elephant. Hoe fucking leuk. Dit is toch zo cute. Oh my god. Wat zit erin? Wat cute. Dit is echt zo goed verpakt. Wat is het? Allemaal minis. Nachtserum. SPF 30. D-serum. Allemaal leuke skincare producten. Wat een cute dingetje zeg. Heel leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer maandag. Ik wil hierbij de vlog afsluiten. Zwart als mijn oog. Nou, in ieder geval. Ik wil hierbij de vlog afsluiten. Dus ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk. Ja, dus heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je kans zeker niet te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven. Om je kanaal te abonneren. En me te volgen op Instagram en TikTok. Zoals bij Etsa gevoerd. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...